Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat de zaak waarbij Marciano Hellings, de bondsvoorzitter van de Ogane werknemersorganisatie OWAS, is ontslagen, zonder aanzien des persoons zal worden behandeld. De leiding van het staatsbedrijf zal opgeroepen worden voor hoor en wederhoor in het belang van een goed verloop van de zaak, zegt de vice-president. Als het gaat over werk, dan zonder het aanzien des persoon. Dan gaat het niet over jongere broer of een jongere broer. Dat interesseert me niet. Je bent leiding van het land en dan, dat betekent dat je voor iedereen. Toevallig dat hij leiding geeft daar bij IBS, wil niet zeggen dat omdat het gaat over Leo, dan nee. Wanneer je iemand ontslaat en er zijn grondige redenen of er zijn rechtvaardigen, je kan dat rechtvaardigen, dan staan we achter jou. Maar wanneer dat niet rechtvaardig kan worden, dan gaan we kijken. Dat ding is hoor en wederhoor. En wij als degene gaan niet zeggen van, ja, IBS heeft al een besluit genomen en wij gaan niks zeggen. Nee, we gaan de directie oproepen. De vice-president geeft verder aan niet alle details van de zaak te kennen, omdat hij zich met vele vraagstukken bezighoudt. Brunswijk beloofde dat de spraakmakende zaak wel volgens de juiste procedures zal worden aangepakt. De OWAS-bond bood de afgelopen 3 dagen petities aan bij het kabinet van de president, de vice-president en de Nationale Assemblée.